Ik ben Jan Mulders. We hebben een melkveebedrijf op Vijfhuizenbaan in Riel. We zitten in een VOF met de zoon Paul, die bij het bedrijf woont. En die ook het bedrijf grotendeels allemaal regelt. We hebben op het moment 180 koeien met 3 melkrobots. En nog een 20 droge koeien. En dan het nodige jongvee erbij. Mijn vrouw en ik zijn in 83 begonnen met melkvee. Omdat mijn vrouw melkveehoudster was. Toen ben ik ze gaan helpen. Nou, toen zijn we in 94 dan gaan uitverplaatsen de boerderij. Van zijn we 50 naar 75 koeien gegaan. En in 94 hebben we dan op een nieuwe locatie een stal gebouwd. En zo zijn we gaan groeien. En in 98 hebben we een jongveestal gebouwd met een van machineopslag. En in 2010 hebben we, naar aanleiding van de toekomst om de zoon veilig te stellen hebben, zijn we uitgebreid naar een stal van 180 melkkoeien. Melkveehouden op zich is eigenlijk best leuk, want de energie die je erin steekt, die komt altijd, elke dag krijg je die te zien. In het verzorgen van vee, van het jongvee en van de gewas die je op land teelt. Dus elke dag als je iets goed doet, dan komt het er altijd uit bij een boerderij. Wij zijn innovatief met ons bedrijf omdat we voor de toekomst eigenlijk onze stal in 2010 eigenlijk aan de modernste manier van veehouden aangepast hebben of gebouwd hebben. Duurzaam, met energie, met ammoniakemissie, emissiearme vloer, automatisch melken, ook voor energie. En automatisch melken ook voor arbeidsgemak, voor het ontlasten van onszelf. En daardoor hebben we ook gekozen voor goede sleufsilo's van bosbeton, omdat we in het verleden zagen dat er wel is verschillen zat in een en ander sleufsilo. En met bosbeton hebben we eigenlijk toch wel een goede kwaliteit sleufsilo's aangekocht. Ook betreft wat prijs-kwaliteit zijn we daar voor de toekomst zeker van. Want het blijkt in het verleden dat dat ook zo was met bosbeton sleufsilo's.